zijn hier bij een van de genomineerden voor de leukste plek van Enschede in de categorie Pleinen, het Ei van Co. Het Ei van Co is eigenlijk een bijnaam voor een waterkunstwerk hier voor ons stadhuis in de binnenstad, dat officieel De Familie heet. En het is hier achter mij goed te zien dat het kunstwerk bestaat uit een man, een vrouw met een kind en een dier dat een hond is. Maar wat vaak wordt herkend als varken of beer. Maar het is toch echt de hond van de kunstenaar Joop Hekman. Wie zoekt naar de naam Ei van Co op de plattegrond van Enschede, die vindt hem niet. Het is namelijk geen officiële naam, het is een bijnaam. En die bijnaam, hoe die ontstaan is, daar is een anekdote over. In de jaren 80 in Enschede was er een vrouw die heette Doortje Pril. En het was zo dat Doortje voor haar buurtje eigenlijk een speeltuin wilde. Want de jeugd die had niks te doen en die hing maar rond. En Doortje vroeg in een raadsvergadering aan de burgemeester of dat mogelijk was. Nou, men zei nee, dat kan niet, want er is geen geld. In diezelfde raadsvergadering werd er wel geld vrijgemaakt voor dit dure kunstwerk hier voor het stadhuis. En toen werd Doortje zo woedend. Ze stormde van de publieke tribune af, trok de burgemeester aan zijn stropdas over de tafel. Co Wieringa, onze burgemeester toen, en schreeuwde in onvervals Twents: en voor dat lelijke ei van hoe is de wachtgeld? Toen werd het al snel een geuzennaam, het Ei van Co. Co de burgemeester. We noemen dan de binnenstad ook wel Enschede binnen het Ei. En vandaar de naam het Ei van Co. Nou, het begin van het Ei van Co was dus wat omstreden, maar uiteindelijk hebben de Enschedeërs deze plek wel in hun hart gesloten. Het is eigenlijk echt een van de centrale plekken in de binnenstad, een rustpunt, om bijvoorbeeld bij mooi weer een ijsje te likken. Of natuurlijk voor de bruiden om hier naar het stadhuis te gaan, voor de bruidsparen, om te trouwen. En deze beelden zijn natuurlijk ook erg geliefd bij kinderen, dat waterkunstwerk, om lekker op te kunnen klauteren. Nou, deze plek, het Ei van Co, die is uiteindelijk zo bekend geworden in Enschede dat onze stadsdichter Willem Wilmink daar een gedicht over heeft geschreven. En dat ga ik voor u voordragen. Rotterdam heeft een lijnbaan, Hamburg heeft een reperbaan, Den Haag heeft lange poten en Groot Mokum zijn Jordaan. Laat ze het allemaal maar houden. En laat Apeldoorn het lo, zolang wij maar ijsjes kunnen likken bij het Ei van Co. Vindt u dat het lelijke Ei van Co de titel De Leukste Plek van Enschede verdient? Ga naar de website www.leukstepleckvanenschede.nl en stem.